Goeie avond, dames en heren. Ik ga het niet lang maken, want de avond draait niet rond mij, uiteraard. Ik wil u van harte welkom heten. Ik vertegenwoordig inderdaad in Nederland de Vlaamse regering. En deze avond is opgezet in samenwerking met de Deutsche Bibliotheek, Gabriel. En de Taalunie hier ook aanwezig in de figuur van deze twee aanminnige dames. De bedoeling is om even de aandacht te vestigen op het feit dat op dit innigste moment Nederland en Vlaanderen samen aantreden in Duitsland. De Frankfurter Boegmessen en allerlei toestanden die er rond worden georganiseerd als gastlanden, gemeenschappelijk taalgebied gastland in Duitsland op toch een heel belangrijk literair en boekhoudkundig, zou ik bijna zeggen, gebeuren. Goed, dat is gewoon een uiting van het feit dat wij toch die taal gemeenschappelijk hebben. Er zijn mensen die daar soms aan twijfelen. Maar ik denk dat er weinig tegenin te brengen is. De Vlamingen spreken soms iets anders, met een licht ander accent. Maar dat doen ze in Groningen en in Maastricht ook. Dus waarover zeuren we eigenlijk, zou ik zeggen. Ook in andere grote taalgebieden, heb je natuurlijk ook heel veel verschillen. Als je zelfs naar de BBC World luistert of kijkt, dan kun je ook de meest verschillende en verscheidene accenten waarnemen. Alleen in een Nederlands taalgebied maken we ons daar soms wat druk over. Much ado about nothing, denk ik. Dus laat ons vanavond gewoon genieten van een stuk Vlaams-Nederlandse literatuur. Twee auteurs die ook in de rest van de wereld gesmaakt worden. Dus ik geef gewoon de zaak over aan jou, Johan, om het echte literaire gebeuren in te luiden. Dank je wel. Inderdaad, de Frankfurter Boegmessen, dames en heren, dat weet u natuurlijk. De Frankfurter Boegmessen die plaatsvindt van 19 tot 23 oktober. Althans, dat is de periode, de fase waarin ook de Nederlandstalige literatuur in het middelpunt staat. En Nederlandstalige literatuur, dat betekent literatuur uit Nederland en Vlaanderen. En in die context hebben we besloten om twee auteurs uit te nodigen die op die Frankfurter Boegmessen gevierd worden, die ook een Duitse vertaling hebben van een van hun belangrijkste boeken. En die twee auteurs zijn Max Schavers en Saskia de Koster. Ik ga met hen praten. We hebben ook muziek voor u. We hebben ook allerlei weetjes, allerlei berichten die u moet weten voor de komende weken en maanden. Maar laten we vooral beginnen met de literatuur, want daar gaat het om. Mag ik Max Schavers vragen om bij mij op het podium te komen? Ik weet niet waar Mark is. Oké, dag Mark. Applaus. Mark, dag. Mark Schavers, hij is auteur, hij is journalist, hij is onderzoeksjournalist. Hij heeft gewerkt bij de Standaard, de Vlaamse krant De Standaard, en bij het weekblad Humo. Hij heeft talloze boeken geschreven. Het boek waar het vanavond hoofdzakelijk over zal gaan, heet De Orgelman. De Orgelman is een boek dat bekroond werd met de prestigieuze Gouden Boekenuil. Dat was het laatste jaar dat het nog Gouden Uil heette. Hè? Ja. Gouden Uil, later Gouden Boekenuil. Daarna heet het Fintro, de naam van een... Ken ik niet, prijs is onbelangrijk sindsdien. Gouden Uil klinkt veel mooier uiteindelijk, maar goed. De banken moeten het allemaal overnemen. Nou, andere titels van boeken van Max Schavers zijn Door Arm Vlaanderen, Waar Ligt België, Gevallen Torens en nog veel meer. Boeken waarin vaak, meestal, bijna altijd een engagement, waaruit een engagement spreekt. Het zijn boeken waarin ook vaak interviews zijn verwerkt. Interviews die het genre van het interview afnemen. Een genre dat hij als journalist natuurlijk als geen ander beheerst. Hij heeft ook gepubliceerd, wat ook belangrijk is, De Wolken. Een boek met snippers, zeg maar, uit de geheime laden van Weilen,
Hugo Claus, een van de allergrootste schrijvers die wij ooit in ons taalgebied hebben gehad. Hij heeft ook Hugo Claus een groepsportret geschreven, wat een toneelstuk was. Daar gaan we het zo meteen over hebben ook. En hij is, en dat zeg ik u, als u dat nog niet weet, zeg ik u met veel plezier erbij, hij is ook de officiële biograaf van Claus. Dus hij gaat die biografie schrijven, die verschijnt volgende week. Nee, nog niet. Dat zal een paar jaar duren. Ja. Ja, maar daar is hij volop aan bezig. Orgelman, het boek dat... waarvan u de cover hier ziet, met als ondertitel Felix Nussbaum, een schildersleven, is een heel bijzonder, fantastisch, interessant boek dat u allemaal moet lezen. U kunt het ook aanschaffen als u wilt, straks tijdens na de presentatie hier. Je kunt er veel over zeggen, maar laat ik even Geert Mak erbij halen, die toch niet de minste is wat hij over Orgelman heeft geschreven. Hij zei, Orgelman heeft me overrompeld. Een ander woord weet ik er niet voor. Ik kon het op den duur niet meer loslaten, dit weefsel van honderden puzzelstukjes, waaruit langzaam het drama van twee levens boven water komt. Een indrukwekkende biografie. Max Schavers weet steeds dichter op de huid van zijn hoofdpersonen te kruipen, zodat het de lezer bijna de adem beneemt. Dit boek vergeet je nooit. Nou, als Geert Mak het zegt, dan is het de waarheid. Atemberaumend staat nu op de Duitse uitgave. Ja. Berouwend, ja. Overigens ben ik het daar helemaal mee eens, Mark. Ah, ja. Welkom in Den Haag. Ja. Het is een fantastisch boek, het is een bijzonder interessant boek, het is een meeslepend boek. Het gaat over de Orgelman, de naam, de titel alleen al is zo bijzonder. De Orgelman, is dat Felix, want er staat onder Felix Nussbaum in Schildersleven, is Nussbaum de Orgelman? Die titel was er misschien al voor het boek. Ik heb het boek geschreven om die titel te kunnen gebruiken, omdat het voor mij veel dingen samenbracht. Ik ben van jongs af aan, zal ik maar zeggen, geïnteresseerd in exilliteratuur. Dat is een beetje een vreemde hobby. Het wordt vooral zaterdags en zondags beoefend. Dode Duitse schrijvers. Maar voor mij kwam dat omdat ik altijd in literatuur geïnteresseerd ben en in politiek. En die twee zitten op elkaar. Dat is dat engagement waar ik het over had. Hè? Ja, dat is daar komen ze samen. Ja. Hè? Ik bedoel, mensen die omwille van hun politieke overtuiging moeten gaan lopen zijn uit hun land. En die dan, dat is de existentiële situatie van zo'n exilkunstenaar, die zonder echo vallen. En daar is dan juist die Felix Nussbaum. Een van de eerste dingen die ik ervan las, was een briefje dat hij schreef aan een expressionist, een beetje zijn leraar in Berlijn, Meidner, een hele heftige, zo heet als een vulkaan wordt hij wel genoemd enzovoort. Een hele heftige expressionist. En daaraan schrijft hij een briefje van, goh, zie mij hier zitten. In Brussel zit hij dan op dat moment, 1937, heeft zo een beetje een vast adres gevonden. Zijn eerste vast adres in die exieltocht, die al van 33, als hij in Rome zit, Parijs, Basel, komt hij in Brussel terecht. Ik hoop dat hier in deze tuin een notenboom, Nussbaum, gaat groeien, zegt hij. Een beetje vastigheid. En daar schrijft hij die moedeloos makende regels van, ga, zie mij hier zitten met tegen de wanden, mijn schilderijen die daar zitten te slapen, ik kan ze aan niemand, ohne echo. Hoe treurig, schrijft hij aan Meidner, ons lot. En ja, dus die Orgelman, trouwens, hij heeft dan ook zelf nog een van de weinige werken waar hij zelf zijn titel aan gegeven heeft als schilderij, is dan ook nog die Orgelman. Die loopt voortdurend in zijn werk rond. Dus dat moest wel de titel worden, ook omdat eigenlijk het vervolg wil. De Duitse editie, ik heb zelf niet gekozen de layout, mevrouw, is met dit werk aangekomen, dat niet in het boek vermeld is, maar dat ik een prachtig portret vond. Fantastisch mooi. En dus ik heb er mij onmiddellijk bij neergelegd. Mijn eigen keuze was een meer melancholische orgelman, een soort wandelende Jood, een vroege orgelman, 1931, die hij geschilderd had, heel mooi van coloriet. Maar die krijgt dan aan het eind van de oorlog, als hij ondergedoken zit, want hij zit de hele oorlog ondergedoken, op zijn Anne Franks in een zolderkamer een dagboek te schilderen. En een van de laatste schilderijen daarvan is weer zo'n orgelman, maar dan is er dan een, en die hebben ze nu voor de Duitse versie iets
ruwer toch, die Duitsers. Iets harder ook. Die orgel, het zijn geen metalen pijpen meer, maar het zijn menselijke knoken die geperforeerd zijn, waar nog weinig muziek uit te halen valt, denk ik. Maar dus dat hele thema loopt met zijn leven mee en het bundelt dan nog eens voor mij de centrale problematiek, een kunstenaar zonder echo. Dus daarom is het orgelman geworden. Ja. Ik ben ook blij dat ze in Duitsland nu orgelman dubbele N achteraan gekozen hebben. Want in het Duits is het een beetje een vreemde benaming voor een orgelman. Die de muziekliefhebbers weten van Schubert dat het dan Leierman wordt, Leierkastenman en zo. Dat zou de gewonere versie voor orgelman zijn, maar het is ook daar orgelman geworden. Goed, nu heb je ongeveer alle vragen beantwoord die ik wou stellen. Maar voilà! Zal ik het nog eens doen? Nee, ik wil even die orgelman. Natuurlijk, dat is natuurlijk symbolisch voor hemzelf. Je zou kunnen zien die zigeunerachtige straatmuzikant die in het werk van Nussbaum in zijn schilderijen vaak aan bod komt, de melancholie. Het kan ook staan voor die melancholie van het draaiorgel, wat we ook in Nederland kennen, dat ook een rol speelt. Het kan ook zijn. Het heeft ook die bijklank, althans voor mij toch ook, die van een kunstenaar of van een straatartiest of van een artiest in het algemeen, die op zoek is naar een echo in een tijd waarin het zo moeilijk is om te overleven. Die tijd is trouwens nu nog steeds zo, dat verandert niet. Maar het was iets heel joods, want pas achteraf heb ik een boek gevonden. En ik loop er nu toch mee rond met een kopietje daarvan, omdat ik zo'n spijt heb dat ik het in het boek zelf niet kunnen gebruiken. Heb, omdat het ook een beetje naar Nederland toetrekt. De persoon van die orgelman was in de oude Joodse wijken ook een heel vertrouwd fenomeen. Ja, en je hebt een boek van een Meijer die zo het Joodse Amsterdam beschrijft. En die schrijft dan de kinderen uit de buurt die ringelrij om de orgels dansten. Ze groeiden op, ze trouwden, paarden en baarden werden... En werden naar Auschwitz gesleept met hun eigen kinderen. De buurt stierf van smart. En omdat bijna niemand meer door de straten durfde lopen, werd het plaveisel puisterig en brokkelig. En toen zakten de huizen van eenzaamheid en verdriet in elkaar. En de slopers kwamen. Ze kruiden het puin weg en ze rukten de funderingen uit de grond. Zoals een tandarts een ziek wortelgestel rooit. Vooral dat einde vind ik fantastisch. Hè? Het zieke... Het gebit wordt verwoest. En dat is iets wat wij in onze geschiedenis, in onze cultuur, eigenlijk veel te lang uitgesteld hebben om, dat besef, om echt tot dat besef te komen. Dat een stad als Amsterdam, waar je rond het Waterloopplein en zo, dat daar echt een gebit verwoest is. Ja. Er zijn 100.000 Joden via Westerbork afgevoerd, waaronder ook de vader en de moeder en de broer van Justus Nussbaum, van Felix Nussbaum, uit Mechelen 25.000 mensen, om een beetje de verhoudingen te schetsen ook. Dus ook dat is een mooi beeld dan, die orgel, dat had er nog bijgemogen van mij, die orgelman die daar met de dansende kinderen achter zich aan, en dat stadsdeel is als een gebit verwoest, daar gaat orgelman over. Laten we even de zaak in de context zetten, zodat u goed weet waar het over gaat. Felix Nussbaum, hij was een schilder, hè, is geboren in 1904 en gestorven, vermoord, omgekomen in 1944, 40 jaar oud. Hij was een kunstenaar die door het nazisme, door het fascisme is kapotgemaakt. Hij is een man met een heel complexe biografie. U zegt, vanaf 1933 werd het heel moeilijk, want er was hij een balling. Zijn vrouw heeft ook een belangrijke rol gespeeld, Felka Platek, een Poolse vrouw uit Warschau. Wat ook belangrijk is, want Warschau heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ook vreselijk geleden. De stad is helemaal kapot gebombardeerd. Dat komt allemaal aan bod. Een van de belangrijke dingen die we moeten weten, u spreekt over Mechelen. Mechelen, voor wie het niet weet, is een stad tussen Brussel en Antwerpen ongeveer. Die waar zich een kazerne bevindt, wat nu een prachtig museum is overigens, oorlogsmuseum, de Dossijnkazerne. Ik ga u laten vertellen Mark, wat daar precies gebeurd is, maar dat speelt een belangrijke rol. Ik zet even de zaak in de context dat iedereen weet waar het over gaat. De schilder Nussbaum is een beetje vergeten
Maar uiteindelijk heeft hij toch een museum gekregen in Osnabrück in Duitsland. Een speciaal aan hem gewijd museum. Ja. Dus ik vat nu even samen wat er precies gebeurt. De tragiek van zijn leven, dat laat ik jou vertellen. Ja. Maar dit moet even om het in de context zetten. Hij was een Duits-Joodse kunstenaar met banden met België. Die band met België moeten we misschien even verduidelijken. Ja, dat komt er op neer dat op het moment hij is in... Of laat ik misschien toch eerst dat zeggen. Je zegt inderdaad terecht kapot gemaakt. Want dat vond ik, zeker in een eerste stadium, het straffen aan het verhaal van Nussbaum. Hoe kapot hoe vernichtend je kan worden door acharme 12 jaar nazisme. Hè. Hitler dacht dat hij 1000 jaar ging krijgen. Hij heeft er 12 gekregen, maar dat volstaat blijkbaar om iemand fysiek uit te schakelen. Dat kan je nog makkelijk bevatten. Maar dat het een schilder die in 1931 de star is van de Secession, belangrijke Berlijnse tentoonstelling van de Pruisische Academie, helemaal aan het centrum van Berlijn, Pariser Platz. Tot in de New York Times wordt er geschreven, wauw, dat schilderij daar van die jonge man, ga kijken. Dat is de belofte van zijn generatie, die dan de staatsprijs krijgt, de Roomprijs tenminste toch, en naar Rome gaat. Dat zo'n man, die dan achteraf is dan, heeft hij zelf bijgehouden gelukkig, is de klapper, het boekje gevonden waarin hij de recensies had geplakt en zijn vader had geholpen, van wat er allemaal geschreven werd. Dat bleken 100 recensies te zijn van de meest, oeh, wat kom dat zien, jonge belofte. Dat zo iemand in 1945 de Auschwitz-pijp uit is, maar dat daar gewoon fysiek en in literatuur niks meer van blijft. Ja. Gewoon van het idee dat hij geschilderd heeft, hoe belangrijk hij was en zo. Die ruptuur kunnen wij ons moeilijk voorstellen, denk ik, hoe belangrijk dat geweest is. Hoe teer dus eigenlijk ook cultuur is. We kunnen, misschien kom je in de buurt als je denkt van een of andere schrijver, Vestijk is 20 jaar dood en niemand kent hem nog. Dat gegeven kennen we nog wel. Maar goed, als je naar de bibliotheek gaat, zal je nog veel vinden en zo. Van Nussbaum waren dus in 1955, we zijn dan al 10 jaar na de oorlog, werden er toevallig, omdat men 5 schilders van Osnabrück wou samenbrengen, komt er daar een type van, ik heb nog 2 schilderijtjes van 1 Nussbaum, een tandarts, had de tanden van Nussbaum getrokken en had een paar schilderijen gekregen. Zo waren er 4 schilderijtjes en daar schreef de lokale krant 3 regels bij, qua biografie, waarvan het meeste niet klopte. En dat eigenlijk zei, hij is van Osnabrück en we weten niet, hij is naar België gegaan, denken we, en we weten niet wat er verder mee gebeurd is. Ja, ja. Dus dat je zo totaal vernietigd kan worden, vond ik het straffen. Dat dan die sneeuwbal op gang komt van dat werk, is dan het tegendeel van het complement van dat straffe verhaal dat ik wou vertellen. Maar dus dat werk is dan, en dan kom ik bij de Belgische vraag, is vooral in België teruggevonden. Omdat hij was in Rome op het moment dat Hitler de boel overnam, durfde niet meer terug naar Duitsland, blijft in Italië, Basel, Parijs, ze willen hem niet op dat moment daar. En dan heeft hij de ingeving, het toeristenvisum België. Waarom heeft hij dat? Omdat hij daar in 1928 op studiereis geweest is als fabrikantenzoontje, well-to-do, chic hotel, La Continental, waar zelfs 20 jaar eerder bijvoorbeeld Couperus op huwelijksreis was. Hij heeft daar prachtige bladzijden over geschreven, over het licht van Oostende en hoe mooi dat je zou kunnen schilderen. En zo. In dat hotel zit die snotneus, als twintiger, Nussbaum. En dus op het moment dat hij vertwijfeld is, waar kan ik nog naartoe, herinnert hij zich, het was daar wel in Oostende, fijne plek om te schilderen enzovoorts, maar ik heb daar ook Ensor, de omgeving van Ensor gekend. Juist. En daar wil ik naartoe. Oostende, daar wil ik even op inpikken natuurlijk, want Oostende is de stad, de kuststad in België, waar James Ensor woonde en werkte. Hij heeft Ensor ontmoet. Althans, hij heeft meegedaan aan een wedstrijd op een bepaald moment. Ja. Klopt dat? En Ensor zat in de jury. Ja. He, dat zo is het, hè? Ja. Ja. En Ensor, u kent hem of u kent hem niet. Hopelijk kent u hem wel. Maar Ensor is wel een van de allergrootste schilders van de mensheid.
schilder van doeken met heel groteske taferelen, heel veel maskers. Ja. Leven en dood spelen een grote rol, die doeken. Ja. En overigens maakte Nussbaum ook zelf maskers. Hè? Ja. Maar misschien kan ik dat even lezen, omdat het voor mij ook het is het begin van het boek op de inleiding na. En het geeft ook aan waarom ik mij zo... Het was het punt waarop ik kon bijten en vasthouden. Hij komt voor mij via België binnen. Dus dit is de Felix Nussbaum die in België belandt. Kort stukje. Bij zijn intrede in Oostende, een keerpunt in zijn korte leven, is Felix Nussbaum gemaskerd. Velka Platek is dat ook. Ik weet het uit een brief die Nussbaum schrijft aan de kunstenaar Ludwig Meiner op 31 oktober 1937. Van zijn duizenden brieven zijn er enkele tientallen bewaard gebleven. Dit is één van de langste. Meer dan 100 regels tel ik als de brief mij in het stadsarchief van Darmstadt wordt voorgelegd. Ze zijn keurig uitgevuld over 4 pagina's recto verso. Het handschrift is uiterst regelmatig, de inkt zacht zwart. Pas onlangs hebben Meiner en Nussbaum elkaar sporende emigratie gevonden. Nussbaum vertelt zijn oudere collega hoe het hem de afgelopen 5 jaar vergaan is. Hij is dikwijls van plek gewisseld, schrijft hij, en om het te bewijzen somt hij een sliert Italiaanse steden op. Hij noemt Parijs ook, Basel en Brussel, maar het uitvoerigst schrijft hij over Oostende. Citaat. We bereikten Oostende op een winteravond. Ik zal dat nooit vergeten, zo prachtig was dat. Waarom Oostende? Die vraag valt niet te beantwoorden. We zaten er flink doorheen, moe in het hoofd, moe in de benen. Als een vissersboot rusten we uit in de haven. Einde citaat. Hier willen ze een tijd voor anker gaan. Dat kunnen ze in deze stad van vastenavond gekken zichzelf bewijzen door deel te nemen aan de maskerwedstrijd op het Wapenplein. En dus baant Felix Nussbaum zich op deze miserige avond van 4 maart 35 een weg door een dichte menigte versierde mensen. Hun koddige tronies met bitterneuzen en bolle wangen, de katten en gendarmenkoppen, de klatergouden kronen, de imposante vederbossen, de serpentines en confetti. Hij ziet het allemaal door een paar gaten in een karton. Velka is aan zijn zijde. Ze krijgen een volgnummer, wachten voor een podium hun beurt af. En dan huppelen zij twee in hun gelegenheidsvermomming over de loper, boven de gonzende massa uit, begeleid door een schijnwerper en een streepje muziek. Kan een intocht in Oostende gepaster gebeuren? Ze houden halt bij de jury. Toen ik daar zo stond, schrijft Nussbaum aan Meiner meteen ook de reden weggevend waarom hij hem zo uitvoerig over zijn aankomst in Oostende bericht, zag ik in de jury een oude heer met een wit gezicht en een witte baard. Die schreef iets op toen hij me zag. Dat was James Ensor. Mooi. En dan verhuizen ze uiteindelijk, want ik wou dat... Het was wel goed. Ik had al eens een boek over Oostende geschreven, hoe dat Stefan Zweig, Jozef Rood, Irmgard Coyne enzovoort daar in de zomer van 36 hun exilleventje hadden. Dus het zou een beetje vervelend geweest zijn om nog eens een boek lang in Oostende te moeten ronddweilen. Maar dus hij verhuist vrij snel naar Brussel toe. En dan wordt het een heel Brussels boek. Dan kan ik eigenlijk het hele interbellum van Brussel daarin vatten. Ook, interessant is eigenlijk dat hij echt in wat vandaag het hart van de Europese wijk is, kruipt. Je hebt het aan het Schumannplein, dus waar de Europese Commissie, het Belliardgebouw en zo, op 100 meter daarvan. Hij zou er nu letterlijk op uitkijken van zijn balkon. Heeft hij het belangrijkste deel van die oorlogsjaren beleefd. Maar er is zelfs geen gedenkplaatje of zo. Ja, er is een gedenkplaatje, maar er zou er beter geen geweest zijn, want het kotst van de fouten tegen het Nederlands, onbegrijpelijke fouten. Van situatie. Ja. Maar er wordt nu, sinds het boek verschenen is, wordt er gewerkt aan een nieuwe plaquette. Okay. Dus dat is het goede nieuws. Ik heb al eens gevraagd voor een Felix Nussbaum straat in Brussel. Dat is nog iets te hoger. Misschien met wat diplomatieke steun van sommige aanwezigen hier, dat het nog wat wordt. Maar voorlopig valt het met de herinnering aan Felix Nussbaum nog. Het is wel ironisch natuurlijk. Je hebt op die plek waar hij zat. Ik heb bijvoorbeeld ook het boek gegeven aan Herman van Rompuy in zijn werkkamer, waar eigenlijk letterlijk op die plek heeft Felix Nussbaum een huis gehad, de Justus Lipsiusstraat, wat nu het Lipsiusgebouw is. Dus hij zit helemaal in die wijk. En het ironische is dat na de oorlog, na die
de oorlog die de Joden vernichtend heeft, is Europa op die plek gekomen. Ja. En er is alleen dat gat waar Nussbaum nooit meer terug naar gekomen is, het afgebroken huis, Archimedesstraat 22, waar die armzalige plaquette hangt. Ja, ja, ja. Dus daar staat een beetje symbool bijna voor een Europa, voor een falend Europa, of voor de problematiek van Europa in die zin, voor de tragische geschiedenis van ja, Europa. Bedoel, niet alleen falend, de meeste dingen falen in de geschiedenis zeker, maar hij staat wel op veel manieren, is hij een perfecte illustratie van historische tendensen. Ja, ja, ja. Bedoel, je hebt die periode bijvoorbeeld 45, hij is dood, 55 piept hij nog maar en het zal tot 70 duren eer hij weer bijeen gebracht wordt. De doeken worden uit de kelders gelicht uit Brussel en zo. Dus dat is een perfecte illustratie van die hele verdringingsperiode. Ja. De Joden zelf hadden het veel te druk met overleven om bezig te zijn. De nichten die uiteindelijk zijn werk terug gaan zoeken zijn, die zijn 10 jaar bezig geweest met wat water gieten op rotsen in Tel Aviv om een bestaan te hebben. De Duitsers waren bezig met de wederopbouw en met het benoemen van de nazi's in de nieuwe organen, zoals onlangs nog in de krant stond. Ja. Het onderzoek is gebeurd daar. Meer dan 50% was, van de nazi's zat in de juridische structuren. Ja. De wederopbouw te doen was ook geen klimaat om die mensen weer naar boven te halen. De exilanten zijn op, de mensen die in exil waren, à la Thomas Mann enzovoort, zijn op schandalige wijze onthaald in Duitsland. Ze waren gewoon niet welkom. Hè. Ze waren de mensen die gaan lopen zijn, verraders. Ja. Dus je hebt die periode, maar dan heb je ook inderdaad de wiedergutmachung. Felix Nussbaum, als hij vandaag leeft en zijn portretje hier heeft, is het product van de wiedergutmachung. Ja. Die nichten halen het werk een beetje bij elkaar. Ze bieden het her en der aan. Er is geen belangstelling, niet bij de Joodse gemeenschap in België. Nergens. Uiteindelijk moeten ze dan naar Duitsland gaan met hangende pootjes. Want ze hebben ruzie met elkaar. Van, ben je gek? Dat zou Felix nooit gewild hebben. Zijn werk terugbrengen naar Duitsland. Hè? De moffen. Maar het zijn wel die moffen die op dat moment, juist door een of andere toverveen, we zijn het begin jaren 70, ja. die hele trend naar de tv-programma's komen eraan enzovoort. Ze willen hun verleden kennen. Je hebt de generatie van de zestigers, de linkse generatie, die niet akkoord is met wat hun vaders gedaan hebben, die precies willen weten wat hun vaders gedaan hebben. De nieuwe generatie, ja. Ja, en dus de burgemeester van Osnabrück, als de eerste expositie van Felix Nussbaum is, zegt zo letterlijk als wat: dit is onze wiedergutmachung met Felix Nussbaum, met de Joodse gemeenschap. Ja, in Osnabrück woonden een 200-tal Joden, die zijn grondig uitgeroeid. De synagoge, waar ook zijn werk eentje hing enzovoort, is vernietigd. Ja. Dus ook die historische tendens zit helemaal in Nussbaum. En daarbovenop nog eens dan, en dan komen we aan dat museum dat je vermeldt. Dus Liebeskind, de man die ook het Joods museum in Berlijn heeft mogen bouwen, heeft daar in Osnabrück een heel mooi, alleen aan Nussbaum gewijd museum kunnen maken, omdat die Holocaust altijd maar belangrijker werd. Het werd een onderdeel, het werd zo belangrijk dat het een onderdeel van city marketing kon worden. Dus de Holocaust is vandaag immens veel belangrijker dan hij 50 jaar geleden, 30 jaar geleden was. Het hele, de dark century, die vieze, vuile brei, die modderige eeuw, die de 20e eeuw is, als je zeker dat centrale stuk bekijkt, die wordt daar, dat hebben wij, hebben wij opgehangen aan die holocaustherdenking. Zelfs holocaustexploitatie beginnen dan sommigen te zeggen enzovoort. Dus, maar ook daar is hij dan, door het feit dat hij dat eigen museum krijgt, weer een fantastische illustratie van een historische trend. Nu, Osnabrück, die stad, is ook de stad natuurlijk van Erik Maria Remarque. Ja. He, wat toch ook een van de allerbelangrijkste auteurs is uit de Duitse literatuur, wil ik even gezegd hebben. Even over die Daniel Liebeskind. Want u vermeldt die Daniel Liebeskind, dat is de man die inderdaad het nieuwe World Trade Center in New York heeft ontworpen. En, ik dacht, hij is een
Poolse Jood? Nee, is hij van Poolse Joodse afkomst? Ze zijn holocaust ook... Zoon ook van een holocaust-overlevende. Hij ontwierp ook het Jüdisch Museum in Berlijn, het Royal Ontario Museum en de Zlota 44 wolkenkrabber in Warschau, een prachtig gebouw. Wolkenkrabber van 192 meter hoog en... Maar het moet hier ook vermeld worden in Nederland. Het stadsmarkeringsplan van Groningen is voor een deel door hem ontworpen. Hij heeft daar een eigen bijdrage aan geleverd. Een van de 10, misschien kent u het, ik heb het ooit eens gezien. Een open boek aan de A7 in Groningen, als u daar ooit langskomt. Van Daniel Liebeskind, de man die dus ook het nieuwe World Trade Center in New York heeft gemaakt. En die dus het museum van Felix Nussbaum heeft ontworpen. Maar even naar het begin. Je bent een journalist, je bent onderzoeksjournalist, je interviewt mensen, je ontmoet heel veel mensen. Hoe kom je bij dat verhaal? Want dan moet je ergens moet je dat vinden. Ja. Waar is het begin? Dat begin zit dus bij het boek waar ik al iets over zei, dus Oostende 36. Omdat ik die exil-microbe had, zie je op een dag van, kijk, die zomer kan ik perfect in scène zetten. En wat is fantastisch als ik daaraan kon werken, dankzij de Duitse bibliotheek van het Goethe-instituut, die toen nog bestond. In Brussel. Hier bestaat er gelukkig nog één, maar die is ondertussen ontmanteld. Dat was een tijd dat er geen telefoon was, of weinig telefoon. En dus die mensen schreven allemaal brieven naar elkaar. Dus het bleek... Aan de hand van de correspondenties van die zijn beroemde mensen natuurlijk, Jozef Rotschewitz, kon je eigenlijk een zomer restaureren. En dat vond ik een fantastisch project, fantastisch leuk om te doen ook. En op een dag zie ik dan een schilderij van Felix Nussbaum, die ik nauwelijks kende tot op dat moment. Ik had wel eens een poster zien hangen bij Daniel Goldhagen als ik die in Harvard interviewde, maar ik kende hem nauwelijks. Maar dan zag ik daar, dat was de kaai, van de visserskaai van Oostende, en echt perfect de hele sfeer die geschriften van die exilschrijvers, Irmgard Coyn bijvoorbeeld, die havenkaai, de visserskaai beschrijft met de kraampjes zoals ze vandaag nog altijd uitzien eigenlijk, met de schollen die hangen te wapperen in de wind en zo. En dan zie ik dat schilderij daar, perfect die sfeer. En er stond er ook nog links beneden Oostende 1936. Dus die Nussbaum had duidelijk een persoonlijk project, namelijk mij, Jenne, van Oostende 36. Ik ben een exiljood en je weet niks van mij. En dat, het is hem dus gelukt van mij te jennen. Ja. En ik heb daar dan een lange tijd... heeft dat meegerijpt naast andere projecten. Maar ik wist onmiddellijk, door dingen die ik vooraf vertelde, dat is zo'n sterk verhaal. Omdat van niets komt weer iets. Phoenix, Nussbaum. Dus dat moest lukken. Alleen heb ik er heel lang over gedaan. Hoe vertel je dat nu precies? Dat heeft me heel lang bezig gehouden. Ja. Ook met dwaalsporen. Ik had bijvoorbeeld eerst het idee, wat ik nog altijd een heel goed filmisch idee vind trouwens... Als je ziet, zoals ik zeg, je hebt 4 povere schilderijtjes, want het zijn jeugdwerkjes, oefeningen, vingeroefeningen. Dus geleidelijk aan komt dat werk en daar komt ook een apotheose in. Eerst zal het werk bovenkomen van de jaren 30, maar het echte oorlogswerk, wat eigenlijk het gezicht van Nussbaum bepaalt, die wij nu kennen, met de heavy verwerking van het kamp in Saint-Cyprien in Frankrijk, waar hij zelf een tijd vastgezeten heeft. Het werk dat aan Auschwitz herinnert, ook de blik in de ogen van zijn Jood met de ster en zo, zijn bekendste werk. Dat werk dat is ook in een laat stadium naar boven gekomen. Dus mijn eerste idee, en een heel filmisch idee, was van die sneeuwbal te tonen. Hè? Ja. Van die 4 ellendige portretjes. Wat komt erbij eigenlijk? Hoe groeit een reputatie? Hoe neemt hij zijn plek in de kanon in? Ja. Maar daar ben ik dus aan begonnen, maar dat kan je eigenlijk niet maken, omdat die komen niet netjes chronologisch boven, die schilderijen. Dus je zit voortdurend als een schietspoel in die chronologie. En dat bleek dus niet te doen, dus ik heb een andere manier moeten zoeken om dat verhaal te vertellen. We moeten even maken, dat toch even toelichten, want je spreekt over Saint-Cyprien, alsof iedereen weet wat het is. Wat was dat? De tragiek begint eigenlijk in 1939, hè? Ja. Bij het uitbreken van de oorlog, nog niet hier, maar in Polen. Dan begint de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt opgepakt, hij wordt gearresteerd
Hij wordt naar een kamp in Etterbeek gebracht. Mm. En later gebracht naar wat je noemt de zandbarakkenstad Saint-Cyprien in Zuid-Frankrijk. Ik laat jou aanvullen wat er dan gebeurt. Saint-Cyprien is een schande die inderdaad, en spijt me dat ik het nog niet ter berde gebracht heb, een schande voor de Belgische staat, die te weinig mensen beseffen. Hoe kan in godsnaam een Jood in een kamp belanden op Belgische treinen en in Franse handen terechtkomen op het moment dat Frankrijk nog niet verslagen is? Dus jij hebt die hele de vijfde kolonne psychologie die op een domme wijze toegepast wordt. De Duitsers vallen, mooi weer, Hitlerwetter, 10 mei 44, ze staan daar voor de deur. Die plannen liggen klaar, was allemaal doordacht. Iedereen die de Duitse nationaliteit heeft, moet opgepakt worden. De mannen worden getransporteerd naar Frankrijk. En dat zijn, als dat 10.000 mensen waren, ruwweg zijn dat misschien 7.000 Joden. Mensen die gaan lopen zijn voor Hitler worden opgepakt. Dat zat anderzijds ook, en dat is een veel bekender verhaal. Op de spooktreinen naar Frankrijk zaten bijvoorbeeld ook Vlaams nationalisten. Mm-hmm. Die waar dan ook sommigen van gestorven zijn. En die ook veel meer in de iconologie van de Vlaamse beweging en zo verder opgenomen zijn. En zo. Zo komt Nussbaum daar terecht. En dat zijn... hallucinerende omstandigheden. In die zin ook, daar zaten vroeger Spaanse gevangenen van de burgeroorlog. Maar dat is gewoon een met prikkeldraad afgespannen strand eigenlijk. Dus je ziet ook voortdurend mensen die quasi naakt rondlopen. Overdag is dat heel warm, 's nachts is dat ijzig koud. Die Franse gendarmes drinken mee, wijn. Ze drinken... proberen geen water te drinken, want dat is besmet. Die Franse gendarmes drinken mee wijn, dus er zijn veel ontsnappingen en er is ook wel veel, wordt veel georganiseerd en zo. Het zijn geen concentratiekamp toestanden echt, maar de schilderijen die Nussbaum ervan maakt, refereren voor ons wel helemaal aan dat universum en ook het essentiële, de vernedering, het moeten schijten in een ton, dat heeft hij wel meegemaakt. En daarom denk ik dat het voor hem des te dramatischer geweest is de dag dat hij in Auschwitz belandde. Want wat is er dan gebeurd? Je zegt, het zijn geen concentratiekamptoestanden, maar dat komt dan wel. Want de tragiek van het verhaal is, dat is belangrijk om dat te zeggen, dat hij uiteindelijk met de Dossijnkazerne in Mechelen, de plaats waar de Belgische Joden rechtstreeks met de trein naar Auschwitz werden gebracht, de allerlaatste trein, daar wordt hij opgezet, op transport gezet naar Auschwitz. En daar overleeft hij nog enkele dagen, weken. Maar daar maakt hij wel de tragiek van Auschwitz mee. De laatste dagen eigenlijk. En dat moet voor hem... Ik had hem het lot dat ik eerst... Dat men hem eerst altijd toegedicht heeft, had ik hem ook wel gegund, hoor. Hij heeft altijd gedacht, hij komt aan in Auschwitz, de eerste dagen van augustus, en hij zit op die lijn naar links, afgevoerd naar de gasovens. Ja. Uiteindelijk is dan, nu de Russen hun archieven mondjesmaat beginnen prijsgeven, is er dan een snipper papier in Auschwitz beland. Ja. Dat heb ik niet gevonden, maar ik lees de Neue Osnabrücker Zeitung, zoals de meeste intellectuelen. Ja. En daarin stond op een dag een bericht uit Auschwitz, 75e verjaardag van dit of dat, dat er een snipper papier in Osnabrück is Nussbaum hot news. Daar staat er een snipper papier gevonden, was dat hij op einde september ergens met een blaar aan de linkerhand in het hospitaal geweest was. En die ene regel, dat kan een wereld van verschil. Daardoor wist je dat hij niet meteen vergast was. Hij is niet vergast, wat is er wel gebeurd? Ja. Hij kan zoals Primo Levi op die hongermarsen. Ja. En dat is pas de echte ellende waar je dan ergens kan doodvriezen of overhoop geschoten worden. Dus hij had... Hij schilderde geregeld crematoria, hij had op zijn ensors een macabere verbeelding soms. En hij zei wel eens, lekker verbrand worden, dat lijkt mij een goed einde. En ik had hem dat in augustus 44 gegund. Wie weet wat heeft de man allemaal nog moeten meemaken. Ja. Max Schavers, het is een fantastisch mooi boek. Ja. U moet het allemaal lezen, kopen en lezen, want het is een prachtig boek. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Ja, dames en heren, we gaan zo meteen praten met Saskia de Koster. Ook een heel belangrijk auteur uit het zuiden.
mag ik dat zo zeggen? Ja, uit ons Nederlandstalig gebied. Maar eerst een aantal mededelingen die u moet weten. Een aantal dingen. U weet, dit was vroeger Late Night, maar dit heet nu Be Unlimited. Op 28 oktober, dat is heel binnenkort, is hier een debatprogramma. Dat is getiteld Trumpland, This is Not America. U weet, op 8 november zijn er in Amerika verkiezingen. U hebt dat ongetwijfeld al wel gehoord. En de twee kandidaten, die kent u ook waarschijnlijk wel. Nou, Trumpland, This is Not America, zegt genoeg. Een debatprogramma met James Kennedy, Marca Valenta en Willem Post. Anderhalve week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen kijken we dan vooruit naar wat misschien werkelijkheid gaat worden. Trumpland, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Voeg ik daar eventjes tussen haakjes aan toe, als ik dat mag zeggen. Oké, okay. U mag een andere mening hebben, maar blijkbaar is er niemand met een andere mening. Goed, op 4 november, dat is enkele dagen later, en nog 4 dagen voor de Amerikaanse verkiezingen, dan komt een heel belangrijk auteur, een van mijn favoriete auteurs in ieder geval, Cees Notenboom. En naast Cees Notenboom een andere belangrijke auteur, Christine Otten. En nog een belangrijke auteur, Abdelkader Ben Ali. Allemaal fantastische auteurs, die komen in de Centrale Bibliotheek in Studio 8 op 4 november. En dan hebben we Crossing Border, het festival, het literaire festival, fantastisch festival is dat. U kent het ongetwijfeld of niet. Enfin, het is een ongelooflijk festival van 2 tot 6 november, de 24e editie alweer. En er ligt de nadruk op de crossover tussen literatuur en muziek in de meest uiteenlopende genres, en zowel nationaal als internationaal. En daar treden aan onder andere Arnon Grunberg, Barry Hay, Ilja Neurath Pfeiffer, Peter Buwalda, Simone van Saarloos en Nina Polak. En waar is dat? Nou, dat is op verschillende locaties. In de stad. En allemaal in de omgeving van die prachtige plek, het Paard van Troje. En dan heb ik nog aan te kondigen twee... dat is een mooie foto van Ilja Neurath Pfeiffer. hebben we nog twee boeken aan te kondigen die u moet, moet lezen. Cees Notenboom, In de sporen van Don Quixote, of Don Quixote, boek uitgegeven bij De Bezige Bij, is op 4 november te gast, dus bij Be Unlimited, zoals ik zei. Belangrijk om dat even te onthouden. En Christian Weitz heeft een nieuw boek, dat heet Het Valse Seizoen, uitgegeven bij Arbeiderspers. En ook hij is te gast bij Be Unlimited op 2 december. Goed, dat zijn de dienstmededelingen. gaan we over naar het tweede deel van ons programma. Gesprek met Saskia de Koster. Saskia, waar ben je? Muziek. Muziek, oh sorry, ja juist, goed. Oh, ja, ik ben een literair man. Nogthans, mijn vrouw is muzikant, dus ik sla mea culpa. Goed, muziek. Muziek, we hebben een muzikaal intermezzo, dames en heren. Dat muzikaal intermezzo wordt gebracht voor u door Stefan Peters en Marit Tus. En ik stel voor dat jullie... ik weet niet of jullie nog iets bij gaan vertellen. Of... Ja? Oké, okay, prima. Graag uw applaus. Ja. Zo, tijd voor wat muziek, zou ik zeggen. Juist. Goedenavond allemaal. Ons werd gevraagd om in het kader van deze avond een aantal Duitse liedjes te zingen. Nou, dat doen wij met alle liefde. Ik heb als eerste een nummer gekozen uit de Drie Stuivers opera. Van origine een Duits stuk. Die Moritat van Mackie Messer. Oftewel, Mac the Knife. Und der Haifisch, der hat Sehne. Und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen,
Rot, wenn diese Blut vergießt, ne Chinesse trägt nen Handschuh, drauf man keine untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt, und Schmuelmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann, und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts, nein, nichts beweisen kann. Jenny Taule ward gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst, und die minderjährige Witwe, deren Name jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Ik ga daar even lekker bij zitten. Het volgende liedje is een heel mooi liedje, vind ik zelf. Het is een lied wat eigenlijk door heel veel Duitse artiesten is gecoverd. En ik persoonlijk ken het van Marlene Dietrich. Het heet Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad hier Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für
allein. Wenn ich jetzt grad hier Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Het volgende liedje, ik weet zeker dat iedereen het kent. Het is Ein bisschen Frieden van Nicole. Jawohl. Nicole won hiermee ooit in 1982, als ik het goed zeg, het Eurovisie Songfestival. Nou ja, het is een heel leuk, lief liedje. Maar eigenlijk is het ook best een toepasselijke tekst op alle dingen die er nu in de wereld gebeuren. Ein bisschen vrede. Dus wij dachten, we maken er onze eigen versie van. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ich sehe die Wolken, die über uns sind. Ich höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe als Antwort in Dunkel mein Lied. Und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Friede, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe und dass die Hoffnung nie mehr verliert. Ich weiß meine Lieder, die anderen nicht viel. Ich bin nur ein Junge, das sagt, was er fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude und dass die Hoffnung nie mehr verliert. Ein bisschen Friede, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe und dass die Hoffnung nie mehr verliert. En nog een extra groot applausje voor Marit Teus. Dank jullie wel.
En we weten ondertussen ook dat muziek voortaan deel uitmaakt van de literatuur, sinds gisteren. Dus vandaar, excuseer voor mijn dat ik u niet had aangekondigd. Saskia de Koster. Saskia, waar ben je? Okay. Applaus graag voor Saskia de Koster. Welkom Saskia. Dankjewel. Auteur van menig boek, Vrije Val, Jeuk, Eeuwige Roem, Held, Dit is van mij, Wij en ik, Wat alleen wij horen. Dat zijn maar enkele titels van de belangrijkste boeken van Saskia de Koster. Zij is actief op heel diverse terreinen, werd meermalen gelauwerd voor haar boeken. Wij gaan ons vanavond concentreren op Wij en ik, omdat dat het boek is dat ook nu in Frankfurt in het Duits vertaald is, ja, en daar klopt. Centraal staat. En het is ook een boek, er is voldoende over te vertellen. het is een heel complex boek. Niemand minder dan Herman Koch, de onvolprezen Herman Koch, heeft ooit geschreven over Saskia de Koster. Ik vind het wel heel belangrijk om dat te zeggen. De grote Vlaamse roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia de Koster. Dat vind ik een belangrijk om dat te melden. Tom Lanois, die u ongetwijfeld ook niet onbekend is, zegt over haar dat zij al jaren de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België is. En Peter Verhelst, ook gerenommeerd auteur uit België, zegt eindelijk iemand van die leeftijd die mij knock-out slaat. Nou, dat kan tellen, Saskia. Ja, het is niet mijn plan om iemand knock-out te slaan. Nee, goed, maar... Wij en ik is het boek waar we het hoofdzakelijk over gaan hebben. Het is een familieroman. Het neemt een belangrijke plaats in jouw oeuvre tot nu toe. Jouw oeuvre, als ik dat mag zeggen, is opgebouwd uit heel eigenzinnige, telkens heel verrassende boeken, waar je met een gigantische verbeelding de lezer knock-out slaat. Laten we dat toch maar zo zeggen. Ongekend in onze literatuur. Heel bijzonder. Met een heel scherpe pen. Heel scherpzinnig. Indringend. Intrigerend. En dat is ook dit boek, Wij en ik. Het is een familieroman waarin je ongeveer 30 jaar verteld. En die 30 jaar, dat is natuurlijk 30 jaar, dat zijn enkele generaties. Daar komen heel wat personages in aan bod. Maar je hebt ook ondertussen de signs of times. Hè, de tijd evolueert, de achtergrond evolueert. En je hebt dat in dat boek op een heel bijzondere manier verweven. Die familiegeschiedenis en de wat er ondertussen in België gebeurt. De Belgische geschiedenis. Dat is een heel ambitieus project. En dat is geresulteerd in dit prachtige boek. Wie zijn die, mooie titel, Wij en ik, wie zijn wij? Goh, dat is nu echt de vraag die dan eigenlijk heel het boek blootlegt en verklaart. In tegenstelling tot Mark is bij mij een titel hetgeen wat het laatst komt. Dus hij zei van, het boek was het excuus voor de titel. Bij mij is dat altijd een culminatie en dan werk ik toe naar iets of ontdek ik mijn boek gaandeweg, al schrijvend dus, begin ik zelf ook te begrijpen waar het helemaal naartoe gaat. En dan is er uiteindelijk de titel. En deze is tijdens het hardlopen gekomen. Dus dat is... Ja, dat is... Maar dus de wij is natuurlijk... Allee, wij en ik lijkt half dubbel op. Je hebt in wij zit... Ook al ik. Ook al een ik, maar eigenlijk klopt dat natuurlijk niet helemaal. En daar draait heel dat boek ook over. Hè. Families, dat is bij uitstek... dat is vaak vragen om problemen, maar niemand van ons kan eraan ontkomen. Of wij zijn allemaal gelinkt aan voorouders, aan mensen naast ons en waar we van afstammen. Dus dat is zo'n heel cruciale vraag natuurlijk. Hè. Wie zijn die wij dan, waar ieder van ons zo dichtbij staat? Zo dicht zelf dat we het vaak niet zien ook. Hè. Dat een beetje... dat je ervan kan staan kijken van families en mensen die zo nauw verwant zijn, zo dicht op elkaar zitten, maar vaak daardoor is er te weinig afstand en kennen mensen elkaar heel slecht.
Het heeft ook een soort Big Brother-idee natuurlijk. Hè? Wij die toekijken, wij die zien wat er gebeurt. Ja, wel ja, dat is dus ook een van de... Hè, dat is het, zou kunnen zijn het grote abstracte idee van de wij en die ik die zijn weg dan moet zoeken of zijn plaats. In elke groep heb je natuurlijk... Allee, ik denk dat het heel gevaarlijk is om alleen een wij te hebben, mm-hmm. zonder ook een individu. En dat is natuurlijk heel de strijd die ook geleverd wordt in wij en ik. Maar ik denk op heel veel domeinen van het maatschappelijk leven ook. Hè. En die wij zelf is natuurlijk in het boek ook nog een andere instantie. Dat is iets waar... Het is geen verteller, je zou kunnen zeggen, van een wij. Dat heb ik in een andere roman wel eens geprobeerd. Zo'n alwetende verteller, zo'n mm-hmm. soort van Grieks koor dat af en toe de deur opengooit en komt zeggen hoe het moet of hoe het zit. Maar dat is het hier dus niet. Het is gewoon een, laten we zeggen, een oerkracht of een levenskracht. Maar ik denk dat het nu waanzinnig abstract klinkt allemaal. Dus, dat is het boek helemaal niet, voor alle duidelijkheid. Ja, het is echt een geschiedenis van een familie in een verkaveling in Vlaanderen. Maar verkavelingen in Nederland, dat is... Dan moet je even uitleggen, Saskia, want dan misschien is dat inderdaad een woord dat minder hier bekend dat is dan beeld. Dan is het een plaag gewoon. Hè. Het is gewoon het lelijkste deel van ons land. Goh, ja, allee, er zijn verschillende soorten van verkavelingen, maar de verkaveling waar weinig sprake van is zo een... wat de Engelse variant of in de vertaling of zo, we daar ook op zitten zoeken, is zo'n beetje een gated community. Het is niet echt afgesloten, maar... Een bepaalde groep van welstellende mensen die heel erg naar elkaar zitten gluren en kijken. In Vlaanderen hebben mensen heel veel gordijnen. In Nederland is het alles opengegooid. Maar daar is, in die verkaveling is net de façade en het ophouden ook van keeping up appearances. Ja, bijna, is toch wel heel voornaam. Ja. Maar ik denk natuurlijk ook niet dat dat zoiets typisch Vlaams is of zo. Het gaat echt ook om een soort van ingesteldheid. Er zijn mensen met heel veel ambitie en verwachtingen van het leven. Wat het natuurlijk voor iedere generatie moeilijker maakt. Dus je hebt bijvoorbeeld de vaderfiguur, Stefan, zelf een boerenzoon, mm-hmm. die opgeklommen is en die in Amerika is kunnen gaan studeren. De generatie van de babyboomers, die het allemaal zelf gedaan hebben, maar die ook nog in de wereld alle kansen zagen en die konden mm-hmm. grijpen. Maar natuurlijk, de generatie die daarop volgt, krijgt een soort standaard mee van dit is dus normaal. Dat je op zijn minst universiteit en zoveel specialisaties doet, dat je heel welvarend bent, dat er al dat bij komt. Dat is eigenlijk het groeiverhaal van Europa natuurlijk, dat quasi niet vol te houden is of waar een soort van terugslag bij moet komen. Maar wat heel belangrijk is, als ik dat aan elkaar knoop, je zegt die verkavelingsmentaliteit, waar mensen elkaar zitten begluren. Wat is dat? Dat betekent dat het gaat over mensen die iets willen verbergen. Ze leiden hun leven, maar niemand mag het zien. Ze zijn heel nieuwsgierig naar elkaar, uh-huh. heel jaloers, allerlei rare gevoelens die daar spelen. Ja. Dat is het idee, hè? Dat is het basisidee van de familiegeschiedenis. Ja, wel ja. Dat is, die burgerlijkheid, die... verborgen. Ja, en vooral ook het niet kunnen toegeven van zwakte. Hè. Dat is natuurlijk per definitie ambitie ook. Dat je zegt van toch altijd hoger opgaan. En ze leven daar ook op letterlijk echt een berg. Beneden is het dorp en daar wonen de gewone mensen. Dat zijn ook de autochtonen, zeg maar, die ze ook niet echt verstaan, die hun eigen dialect hebben. Maar dus op die berg is het echt wel zaak van ja, toch niet te gaan toegeven dat het ook moeilijk kan gaan of dat er een hele last en een gewicht uit het verleden doorwerkt. Taboes. En dat is, ja, zeker wel. Maar wat mij daar vooral aan fascineerde, waarom ik het boek ook echt wou schrijven, was natuurlijk, je hebt veel familieroman is al zodanig veel gedaan dat het eigenlijk onmogelijk is, dat het ook belachelijk is om dat te gaan ondernemen. En, maar wat er niet zo vaak gedaan wordt in Vlaanderen of in Nederlandstalige literatuur, denk ik, is je hebt heel veel boeken over het arbeidersmilieu, hoe zwaar het is om te knokken, hoe moeilijk het leven kan zijn als je bijna geen geld hebt. Of heel veel literatuur over een soort middenklasse die dan toch verzandt in dat het toch ook allemaal maar eentonig is, het kantoorleven en weet ik veel wat. Maar zo echt... het gegeven van mensen die welvarend zijn, die altijd welvarender willen worden,
ja, op het eerste gezicht is dat, zijn dat mensen die helemaal niet sympathiek zijn, of waar moeilijk een roman uit pure valt, omdat het ook zo lijkt van ja, happy people have no stories, mensen die veel geld hebben, allemaal makkelijk, en ja, die moeten hun plan maar trekken. Dus dat vond ik al een ja, interessant uitgangspunt, omdat ik ook denk dat het literatuur is altijd een verdichting, hè, of een condensatie, zo gezegd. Maar in milieus waar mensen elkaar echt zitten taxeren op welke soort jacuzzi's hebben staan en zo, ja, zit de overdrijving al in de werkelijkheid. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel makkelijk. En... Ja. Waar haal je dan je inspiratie vandaan? Ik heb begrepen dat je het niet autobiografisch hebt gemaakt, dat het niet uit... Nou ja. Nee, ja, door het feit dat je dat het is absoluut niet autobiografisch, is er natuurlijk het vermoeden dat het wel zo is. Natuurlijk. Hè? En ja, dat is, ja, voor een deel is dat ook zo. Natuurlijk. Ja. Ik vind dat ook helemaal geen schande of iets om te verbergen. Dat als je schrijft dat er van alles komt aangewaaid. En uiteraard is het een voordeel als je dan wel ergens 18 jaar geleefd hebt. Dat vergemakkelijkt de research. Mark Schavers heeft fantastisch onderzoek gedaan in de archieven en zo. Bij mij waren die archieven zaten niet in mijn hoofd. Ja, ja. En dat is eigenlijk wel handig. Natuurlijk ook het tijdsgevricht. Het begint in 1980, gaat tot 2013. Is ook wel iets wat ik zelf heb meegemaakt. Maar dat was toch... Allee, ik bedoel, de enige reden was niet van het is mijn verhaal, het is mijn geschiedenis, dus ik ga het opschrijven en... Het is gewoon wat, ja, wat mijzelf ook wel echt boeit, het opeenvolgen van generaties. Het feit dat je ook wel vaststelt zelf. Ik die altijd dacht van in mijn familie, ik ben het buitenbeentje, het zwarte schaap, degene die daar helemaal niet thuis hoort. Maar tot ik dan op een bepaald moment ook mezelf iets hoorde zeggen. En het was precies alsof dat de geest van mijn moeder door mij voer. Of zo. Dat was dus exact wat mijn moeder ook zou zeggen, terwijl we altijd een heel gespannen relatie hadden en ik mij vooral wou afzetten tegen wat ze zei en zo. Dus dat je dan ziet van, ah ja, oké, ik ben niet alleen een zeer uniek eigen persoon, maar... Je maakt ook deel uit van... ik ben een deel in een hele keten. En dus dat valt wel mee met die exclusiviteit. Of eigenlijk ben je helemaal niet zo... Geef je gewoon ook van alles door, buiten je eigen wil en bewustzijn om. Ja. Dat vind ik wel een interessant gegeven. Maar het heeft natuurlijk altijd ook te maken met de observatie. Je observeert je eigen familie, maar je observeert ook andere families. En het resultaat daarvan in deze roman is een psychologisch heel doorwrocht en soms medogenloze beschrijving van personages, van situaties. Heel empathisch. Hoe doe je dat? Je ziet dingen gebeuren, maak je notities, ontstaat een boek uit heel veel notities maken, uit observeren, uit portretjes, tekenen met woorden, of hoe gaat dat? Dat is altijd, hè, bij aan schrijver is natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag van schrijven, hoe doe je dat? En eerlijk gezegd weet ik dat dus ook niet. Ja. Nee, het is altijd opnieuw voor mezelf, zo van totaal opnieuw beginnen en... Je hebt het al gezegd, van vorige boeken zijn helemaal anders van aard. En hier was bij mij nu de grote uitdaging van ik ga eens echt een grote, epische roman schrijven, groot spanningsboog. Veel bladzijden vond ik ook belangrijk, omdat je dan natuurlijk een heel verhaal kan uiteenzetten en een hele wereld opbouwen. Maar hoe ik het doe, allee, echt concreet, is... Ik maak wel altijd heel veel notas. Dus ik heb veel notaboekjes en altijd digitaler met zo Evernote en van die dingen. Dat is heel gemakkelijk. Dus het is niet zo dat er opeens één idee is en dan komt heel het boek daaruit. Het was echt wel de bedoeling om daar een grote familieroman van te maken. Maar er zijn natuurlijk... de setting die had ik wel... in mijn hoofd. Dat is een soort plaats waarvan veel lezers mij al gezegd hebben dat ze exact weten waar die is. Okay. En dat blijkt dan altijd ergens anders te zijn. Ja, ja, ja. Dat betekent dat het een universeel verhaal is, dat herkenbaar is voor heel veel mensen. Ja, dat is wel fijn als er zo iemand... er was eens een man die helemaal paniekerig naar mij toe kwam en die wou absoluut weten waar het boek zich afspeelde, want
Ze gingen de volgende dag verhuizen en zijn vrouw wilde niet verhuizen als het boek zich in Rotselaar afspeelde. Dus dat is, ja, daar zit voor een deel zit daar een soort plaats die ik zelf heel goed ken in, zitten er ook scènes in, waarvan ja, op een of andere manier het vreemd is. Mijn familie heeft het boek niet gelezen, maar ze zijn wel kwaad om bepaalde scènes. Dus dat is een mysterie, maar dat is een deel. Dus daar zit die voedingsbodem in. Maar ja, zo'n boek is natuurlijk een hele constructie. Hè, dus je gaat daar niet zomaar even de kraan opendraaien en het zomaar neerschrijven. Wat ik heel belangrijk vond zelf, was ook, er zitten verschillende perspectieven in, vader, moeder, dochter, dat die allemaal aan het woord komen en dat die ergens tegen elkaar aanschuren. Dus ik kan niet zeggen van die heeft de waarheid, wijsheid in pacht. Maar natuurlijk bijvoorbeeld voor die vaderfiguur, die eigenlijk in wezen een heel gekwetste, eenzame man is, vond ik dat nu net echt heel fijn om in die huid te gaan kruipen, om te gaan kijken ook hoe dat dan werkt. Of bijvoorbeeld de moeder, waarvan je zou kunnen zeggen dat is gewoon een karikatuur, een super neurotische vrouw die zichzelf een beetje koest moet houden door al haar tapijten de hele tijd te gaan kammen, door niet zoals haar buurvrouwen al aan de sherry te gaan van 's morgens vroeg, maar dus wel echt een soort, zichzelf een soort regime te gaan opleggen. Omdat ze eigenlijk ook veel te intelligent is en om gewoon binnen die vier muren te blijven, maar de plicht roept. Zij heeft heel erg die stem van haar overleden vader in haar hoofd, die zei, een notaris, die zei van ja, nee, wanneer een vrouw getrouwd is, is uw plaats thuis. Dus heel die doorwerking vond ik dan interessant. En zeker bij Mieke, dan zou je kunnen zeggen van ja, dat is dus gewoon een vars, iemand redelijk belachelijk. Dus na twee bladzijden ben je daar wel klaar mee. Maar dan wilde ik toch gaan kijken van ja, hoe werkt de logica van zo iemand? Hoe gaat dat dan eigenlijk? Ja, en nu ben ik opeens aan het denken van misschien moet ik zo'n stukje een beetje voorlezen. Graag, graag. Want ik kan dan natuurlijk vertellen hoe dat werkt in haar hoofd, maar zij heeft een bepaalde manier, hè, omdat ze dus echt in haar huis zit en ze wil daar heel de boel toch daar dan kunnen controleren als het in de wereld niet kan. En zij heeft een, dus ze is een heel chique, voorname vrouw. En zij verwacht bezoek van een vriendin van op het internaat vroeger. Dus ze moet ervoor zorgen dat alles helemaal in orde is en super proper en keurig. Dus dat is enorm stresserend eigenlijk. Hun huis is Mieke's domein. De hobbyruimte en de kippen zijn van Stefan. Ja, nu vraag ik mij ook af, hoe lang mag ik lezen? Nou, we hebben nog 10 minuten om te praten, dus... Oké. Want ik kom net van Duitsland en in Duitsland vinden mensen het heerlijk om... om een lange marathon. Minstens 45 minuten te luisteren. Maar dus zo lang hebben we niet, denk ik. Kan wel. Voor mij mag het, hoor. Maar... Nee, oké, wacht. Ik ga het dan... Nee, kort stukjes, als ik dan... Ja, ik zal het kort houden. Ja, dat is nu wel moeilijk, natuurlijk. Zal ik nog een paar vragen stellen? Ja, ik ga het gewoon lezen. Ja, dan geef misschien toch een idee. Ook wie stil is, horen we dan. Wel, hun huis is Mieke's domein, de hobbyruimte en de kippen zijn van Stefan. Ze onderhoudt haar huis op haar manier en heeft liefst zo weinig mogelijk inmenging. Het komende uur jaagt Mieke zichzelf voort achter de gesloten deur van de keuken en de woonkamer. Sarah zit op haar kamer nieuwe gitaarakkoorden in te oefenen. De kromme akkoorden hebben een enorm enerverende uitwerking op Mieke, alsof iemand alarm slaat in codetaal. Gelukkig heeft ze nog een stofzuiger om de gruwelijke muziek te overstemmen. Rusteloos poetst Mieke verder. Ze haast zich te pletter, alsof ze Elvira voor wil zijn, die hier ieder moment onverwachts met een grote telescoop kan binnenkijken om de geheime voorbereidingen te aanschouwen. Stefan! Roept ze een uur later rood aangelopen naar buiten. Stefan, hier is ingebroken. Het is niet waar. Ze zijn er met de taartschep vandoor. Zeg, je liet me nogal schrikken. Maar ze hebben de taartschep gestolen.
Dat kan toch niet? Het is zo. Die taartschip ligt altijd op dezelfde plaats. Je weet dat ik daar heel consequent in ben. Sarah heeft de taartschip ook niet. Ik heb het haar al gevraagd. Diefstal is de enige logische verklaring die overblijft. Mieke begint een profiel van de dader op te stellen. Een heel bijzonder soort dief is binnengekomen. Een dief die niet geïnteresseerd is in de kluis die in de bureaukast achter een lading mappen opgesteld is en die ook niets geeft om de dure Art Nouveau-vazen van Horta en al Mieke's 24 karaat juwelen, maar een dief die enkel en alleen geïnteresseerd is in een taartschep. De zilveren taartschep is een erfstuk van mijn vaders moeders moeder, legt Mieke uit. Natuurlijk zijn dieven daarin geïnteresseerd. De dief is zo gewieks te werk gegaan dat hij het spitstechnologische alarmsysteem heeft verschalkt. Het is een uitgebalanceerd alarmsysteem met 15 alziende ogen op cruciale plaatsen bij deuren, garagepoorten en ramen dat de minste beweging registreert. Bijvoorbeeld een vleermuiswimpertje dat langs een raam streelt of een mens die niets vermoedend uit bed stapt om in de keuken een glas water te drinken. Onmiddellijk, sneller dan het geluid, slaat het alarm aan bij de bewakingsfirma Securitas en de politie. Binnen de milliseconden staan de politie en Securitas samen aan je voordeur. Ondertussen loeit je alarmsysteem als 5 miljoen koeien die in de uiers worden gestampt. Mieke's echtgenoot en Sarah worden gemobiliseerd om te zoeken naar vingerafdrukken en voetsporen van de dief, die vermoedelijk zo slim is geweest om overdag toe te slaan, zodat hij hun ingenieuze alarmsysteem kon omzeilen. Mieke port haar lusteloze echtgenoot aan om de politie te bellen. Zijn gesus is olie op haar vuur. Na steeds heviger oplaaiende tegenargumenten van Mieke, sloft het gezinshoofd schoorvoetend naar de telefoon, in de hoop dat zijn nakomelingen Sarah hem te hulp zal snellen, met de verlossende kreet dat de taartschep terecht is. Op het moment dat Stefan de politie het geval in de omvloerste termen een mogelijke inbraak heeft uitgelegd en zij hebben gezegd dat ze niet willen komen voor een ontbrekende taartschep, dat ze dat zelfs niet bij de koning doen, en dan had Mieke zich luid op, zo luid dat ze het via Stefan tot aan de andere kant van de lijn horen, heeft afgevraagd waarom ze op de berg dan in godsnaam handenvol belastingsgeld betalen, aangezien de overheidsdiensten weigeren mensen te helpen. Op dat precieze moment roept Sarah bij de kast met taartborden. Gevonden. En dan is Mieke dus weer gerust, dan heeft de wereld weer een verklaring. Maar ja. Zij moet het dus altijd... Ja, het geeft een mooi beeld van die kleine wereld eigenlijk. Hè? Ja, het is heel... Ja. Echt minuscuul, maar ja. Natuurlijk, hè, het is een boek van 400 bladzijden, daar gaat zij dan op een of andere manier wel uitbreken. Je hebt iets heel bijzonders gedaan. Je hebt nu een stukje voorgelezen, maar je hebt een heel project opgezet met voorlezen. Hè? Je hebt gedurende... Bijna 400 dagen, was het zo? 397. Heb je het boek voorgelezen? Elke dag één pagina en dat telkens op een andere locatie? Dus het opzet was gewoon... En dat op je website gezet? Ja, om elke dag één bladzijde voor te lezen op een andere plaats of iemand anders te laten voorlezen. Mm-hmm. Dus dat was ook wel tof dat er dan eigenlijk de meest uiteenlopende mensen op heel rare plaatsen, soms ook heel gênante situaties... Het boek hebben voorgelezen en dan is dat dus eigenlijk. Dat werd altijd, ik heb altijd met een iPhone gefilmd. Dus dat was een soort eigen verfilming van het boek. Ja. Zeg maar. En gewoon ook wel een leuk. Ik zal niet zeggen dat het een groot artistiek project is of zo. Het was eerder ook een spel wel om het te zien. Ja, maar het werkt wel. Het staat op de website op jouw website, persoonlijke website, kun je dat. Nakijken, daar staat het allemaal op. Het is wel heel bijzonder, telkens op een totaal andere plek. Maar je bent, ik vraag het ook omdat je bezig bent met andere vormen van literatuur naar het publiek toe brengen. Ja, dat is waar. Gaan we het nu over Bob Dylan hebben? Of? Dat was niet mijn idee, want daar ging het gisteren al heel dag over. Ja, maar nee, alles is gezegd. Ik ben eigenlijk, ik weet het niet. Nee, ik dacht aan Andermansland. Ja. Nee, dat is waar. Maar ja, dus Bob Dylan komt trouwens ook voor in Weinig, omdat de vaderfiguur, Stefan, die is een geweldige Dylan-fan. Daar heb ik ook dus weinig research voor moeten doen.
omdat ik zelf ook geweldig Dylan fan ben. Dus jij bent heel erg voor. Ik denk dat ik de enige schrijver ben, blijkbaar. Heb ik gisteren tot mijn ont... ja, ik was daar echt zeer verbaasd over dat... Er zijn er nog meer, hoor. Stiekem dan, want zo weinig mensen in de literatuur vinden het terecht. Dat, ja, ik ook, dus we zijn Dylan... met z'n tweeën. Oké, mooi. Heel goed. Maar het klopt dus, hè, dat... Andermansland, dat is een... Dat is een project. Ja, dat is eigenlijk een soort collectief, zou je kunnen zeggen, waarbij ik ook, of waarbij we proberen om echt literatuur niet zozeer laagdrempelig te maken of te gaan zeggen van nu moet iedereen, weet ik veel, op een taart een mooie zin krijgen of zo. Dat is de bedoeling, maar de bedoeling is wel om toch na te denken over literatuur, dat het dus niet alleen op papier tussen twee kaften moet bestaan, maar bijvoorbeeld door een genie dat daar muziek bij brengt en zo volgens mij zeer literaire dingen ook. Dat doe je zelf ook, je schrijft songteksten. Ik schrijf songteksten en wat ik ook doe, is iets wat eigenlijk nog een stapje verder gaat of waarbij echt muziek en woorden onlosmakelijk verbonden zijn. Dat zijn een soort... sound performance noemen we dat dan. Klinkt heel chic. Maar ja, omdat er niet echt een term voor is. Je zou kunnen zeggen, het is een soort moderne versie van het oude hoorspel. Mm-hmm. Dus, waarbij, het oude hoorspel. Je een verhaal vertelt, maar waarbij het geluid heel erg belangrijk is, waarbij het wezenlijk is. Dat is natuurlijk ook hetgene wat voor een schrijver vaak een beetje frustrerend is. Hè, dat muzikanten op zo'n directe manier naar de ziel van een mens kunnen gaan en echt binnen een seconde door een nummer kunnen zoveel herinneringen terugkomen of zo. Dat heeft een enorme kracht. Terwijl natuurlijk woorden altijd via het ratio moeten passeren, via echt je hersens moeten gaan. En wat we daar doen is, ik doe dat samen met Ine IJzermans van Amatorski, is dus echt een soort een heel verhaal opbouwen waarbij bijvoorbeeld ruimtes ook echt helemaal verklankt worden, waar sfeer natuurlijk heel belangrijk is. Dus. En je hebt onder andere zo'n project gedaan naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is waar. In Ieper was dat? Tielt. Daar zijn 100 jaar geleden de eerste gasaanvallen geweest. De gas met de... De schipgas, waarbij mensen echt verdelgd werden op chemische wijze. Eigenlijk. Ja. Toch wel iets chockerends. En wat heb je daar precies gedacht? Op je website stond er Ieper, hoor. Ik heb het even terug. Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Okay. Maar ja, die gif, die aanvallen waren in de buurt van Ieper, dat klopt. Ja. Dus wat we gedaan hebben, is 1500 man op de been gebracht, die allemaal teksten scandeerden in een soort golfbeweging, die door de straten van de stad marcheerden en elkaar op de markt dan tegemoet kwamen. Wat eigenlijk heel, dus ook met muziek erbij en zo, begeleiding, dus echt woorden in actie, zeg maar. Maar dat gaf een heel mooi effect, omdat je ook ziet dat mensen, als zij samen woorden scanderen, samen dingen voordragen, dat heeft een soort bezwerend effect, waarbij iedereen veel meer opgaat in wat er gezegd wordt dan met zichzelf bezig is of zo. Dus dat was toch wel heel geslaagd eigenlijk. En hoe reageert het publiek daarop, de mensen in de straat? Want ik neem aan dat er dan een publiek is, dat mensen aan de kant van de straat toekijken. En... Ja, West-Vlaanderen, daar allemaal... zijn de mensen heel erg, laat ons zeggen... Zoek het juiste adjectief. Ja. Dat ze kritisch kunnen kijken of... Maar ik denk dat dat op veel plaatsen is. Dat mensen eerst denken van, goh, wat is dat allemaal en wat gaat hier gebeuren? Ik ga toch niks moeten doen? Ja. Maar ja, dus en met een beetje overredingskracht en zo. Of nee, dan was er ook een vrouw die nadien, en toen was het al 3 uur 's nachts in een café daar, naar mij toe kwam en die zei van, goh, ik heb zo'n spijt dat ik niet mee heb gedaan toen ik het zag. Mm. En dus, maar ja, dat is natuurlijk altijd een soort drempel, hè. Maar... die 1500 man, dat was symbolisch ook voor de slachtoffers die daar gevallen zijn. Dat werkte heel goed. Dus dat is zoiets wat dan wel voor herhaling vatbaar is. Of, voor herhaling vatbaar. Ook wil doorgaan. Ja. Betekent dat je met andere plannen in die richting zit?
Nu is het plan eigenlijk momenteel, zie ik het niet heel ver te kijken hoor. Is het eerder de Frankfurter Boegmessen overleven. Ja. En dan in winterslaap gaan eigenlijk, denk ik. Winterslaap. En dan komen er grote plannen. Oké, maar daar wil je nog niks over vertellen. Nee. Oké, goed. Saskia de Koster, hartelijk dank voor het gesprek. Dank je wel. Dames en heren, hierbij gaan we afsluiten, maar niet zonder eerst nog de muziek opnieuw te laten klinken. Nu ben ik het niet vergeten natuurlijk. Stefan Peters en Maritus, alsjeblieft. Ja, want het zit zo. Normaal is er altijd een quiz op het einde, maar die is er dus vandaag niet. Dus toen dachten wij, nou, dan vind ik het leuk om met muziek te eindigen. Net heb ik 3 Duitse nummers gezongen. Maar normaal zing ik eigenlijk helemaal geen Duits. Zingen we kleinkunst, of ik zing, maar het speelt. Spelen wij kleinkunst. En toen dachten we, misschien leuk om jullie dat ook te laten horen wat wij normaal doen. Dus wij gaan een nummer voor jullie laten, ja, jullie laten horen. Sami van Ramses Shaffi. Sammy, loop niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy? Met je ogen, Sammy, op de vlucht. Sammy, loop niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker. Sammy, domme, domme Sammy. Dag, Sammy, kromme, kromme Sammy. Kijkt niet om zich heen, doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen. Toch voelt hij zich soms verloren. Waarom voel je je verloren, Sammy? Hoge toren, Sammy, kandidaat. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, toch voelt hij zich soms verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, in de straten, Sammy, van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, domme, domme Sammy. Dag, Sammy, kromme, kromme Sammy. Niet om zich heen, doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar zo bang voor alle anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want die anderen, Sammy, zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het straks te laat. Sammy loopt maar door de nachten.
op een wondertje te wachten. Wie zal dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nacht, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Er is één die van je houdt. Dank u wel. Oké. Okay. Ja, dames en heren, dank u wel. Dit waren Stefan Peters en Marie Tus. Voor de tweede keer hebben we gehoord met het prachtige lied. Ik nodig u allemaal uit om een glas te drinken. Ik zie dat daar een aantal glazen klaarstaan, net genoeg voor ons allemaal. Dus ik nodig u ook uit om de boeken van Max Schavers en Saskia de Koster, als u dat wenst, te kopen en te lezen. Het zijn fantastische werken, dat weet u na deze avond vast ook wel. En ik nodig u graag uit voor de volgende activiteiten hier. Ik herhaal nog even, de eerstvolgende zijn op 28 oktober Trump Land, dat hopelijk nooit bestaat. En op 4 november Sees Notenboom, Christine Otten en Abdelkader Ben Ali. Dank u voor uw komst. Tot ziens. Dank u.